Goedenavond, een nieuw vlogje vandaag. Ik ga vanavond naar een event van Orly. Het nagellakmerk stelt iets nieuws voor. Ik denk een soort van gel nagellak zonder UV-licht. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ook naar de houdbaarheid en dergelijke meer. Ik ben momenteel nog thuis. Damkap werkt op de achtergrond, dus ik ben aan het koken. Een spaghetti aan het klaarmaken. Dus tegen dat mijn vriend thuis is, dat we samen kunnen eten. Vooraleer dat ik naar Weinigem vertrek, waar dan het event zal doorgaan. Onderweg ga ik Steffi nog oppikken en dan rijden we samen. Het is altijd leuker om met twee naar een event te kunnen rijden in plaats van alleen. En dan zie ik jullie straks. Voilà, ik zit in de auto. We hebben hier afgesproken aan het station. Dat is gemakkelijk voor ons twee om een gezamenlijk plekje te hebben. En dan kunnen we de auto hier ook parkeren om samen te rijden. Het is nog een zalige dag. Morgen wordt het weer super mooi weer. Het weekend eveneens. Ik ben benieuwd. Mijn vriend heeft nu zaterdag zijn vrijgezellendag. Ik hoop voor hem dat het een leuke dag wordt. Dat ze rekening hebben gehouden met zijn karakter, zijn wensen. En ja, een leuke activiteit hebben gepland. Ik ga dan de hele dag thuis zijn. Dus ik ga ervan profiteren om een dagje te bloggen. Dat is dringend nodig. Ik denk dat ik dat nu al in alle vlogs gezegd heb, of alle filmpjes van de laatste tijd, maar het is echt dringend nodig. Er ligt van alles klaar. Veel foto's zijn getrokken, maar echt soms dan, het leven vliegt voorbij en dan is er nog niet veel geblogd. Maar goed. Maar vanavond nagellak, wat de klok slaat, en meer bepaald Orly. Ik heb al een paar kleurtjes van Orly gekocht in de Die. Ik denk dat je dat exclusief bij die kan kopen en ook bij Lucas, by die dan. Ik ging voor de flashy neonkleurtjes, omdat ik daar wel happy van werd. Zeker in de zomer, mooie kleurtjes die nog redelijk goed houden. Ik weet niet hoe dat met een nieuwe formule zal zijn, maar daar zullen we straks wel van alles over horen. Al die nagellak, ik vind dat super, al die kleurtjes naast elkaar, van licht naar donker en dan van die mooie neonkleurtjes erbij. Het is dus inderdaad een nieuwe lijn. De professionele nagellak heet Orly Epics, dat is dan deze. En dan die voor consumenten die je dan in de Die kan kopen vanaf oktober, als ik mij niet vergis, heet Orly Color Amp. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem, maar iets kleinere flesjes, omdat je minder nodig hebt als consument. Ik heb mijn nagels ook al laten lakken in een ander kleurtje, Cameo. Die is een beetje matchy-matchy met mijn outfit. En de bedoeling is dan dat je eerst de kleur lakt en dan de topcoat. En dat dit dan 7 dagen zou houden. Gewoon zoals een normale nagellak aan te brengen. Geen UV-licht, geen speciale bestanddelen of stappen. Ook gemakkelijk te verwijderen zoals een normale nagellak. Maar dus met ultieme houdbaarheid. Ik ben benieuwd. Vandaag is de eerste dag. Of het over een week nog altijd zo mooi staat. Als dat zo is, dan is het wel de perfecte nagellak om te dragen als je op vakantie gaat. Want 1, goed van houdbaarheid. En 2, gemakkelijk om te verwijderen. Heel benieuwd. We zullen zien. Dankjewel voor het kijken naar het vlogje van vandaag. Morgen laatste dagje werken en dan weekend. En als je ziet, het is hier nogal leeg van achter. De kast is weg. Mijn fotografiekast heb ik moeten opgeven, want morgen komt eindelijk ons bad. We moeten dan nog even wachten op de installatie ervan. Maar daarna is het volle bak genieten, dus ik tel zeker af naar morgen. Slaap lekker! Tada!